Ik zat te twijfelen of ik het nou met links binnenkant moet doen of gewoon met rechts. En toen uiteindelijk deed ik rechter buitenkant. Ja, volgens mij zag het er heel lullig uit. De Stijn, uiteindelijk winnen jullie met 3-2 in de rust tot 3-0. Uiteindelijk komen zij nog terug tot 3-2. Ben je uiteindelijk tevreden met dit resultaat? Ja, je wint gewoon, dus prima. En, ik denk gewoon een prima oefenwedstrijd voor ons. Tweede helft gingen we andere opstelling proberen, 5-3-2. Ik denk dat het eerste kwartier wel prima was. Dat je dan ook gelijk eigenlijk 2-3 keer had moeten scoren, dat je 1-op-1 komt. En daarna kregen we het wel lastig, ja, vandaar ook die 2 tegendoepen. Maar overal, ja, je wint hem. En we zijn allemaal weer een stuk fitter geworden, denk ik. Dus ja, prima. Dat is het belangrijkste. En misschien leer je er ook wel weer wat van, toch? Want ja, precies. Als je met 6-0 elke oefenwedstrijd wint, dan heb je er ook niet zoveel aan. Nee, precies. Nee, precies. En tweede helft vond ik Utrecht ook wat sterker. Dus dat is ook, ook alleen maar goed. En ja, we hebben dus kunnen uitproberen een beetje hoe 5-3-2 was. En? Beviel dat? Ja, ik heb zelf maar... Ik zou eigenlijk niet meer spelen. Nee, je kwam weer terug. Omdat Joel een beetje last had. Dus ik heb zelf volgens mij, ik weet niet eens hoe lang het was, 10 minuten, een kwartiertje gespeeld. Ja, toen liepen we vooral achter de bal aan, dus dat vond ik een beetje lastig. Maar ja, in het eerste kwartier wat ik zeg, zag je wel goed dat je best wel wat kan creëren in de counter ook. Als je gewoon goed druk zet met z'n allen. Dus ik denk, ja, het is zeker een optie, denk ik. Hoe voelt je afgaan vandaag? Voor mezelf? Ja. Ja, prima. Ik had natuurlijk die ene gewoon moeten maken. Thomas schoot volgens mij, keeper komt uit, keeper houdt hem tegen, laat hem los. Ik chip hem over hem heen soort van en de bal draaide een beetje naar me toe. Dus ik dacht, ik zat te twijfelen of ik het nou met links binnenkant moet doen of gewoon met rechts. En toen uiteindelijk deed ik rechter buitenkant. Ja, volgens mij zag het er heel lullig uit. Maar, ja, die bal moet je nog gewoon tegen de touwen rammen. Ja, gewoon duidelijk dat die 9 van de 10 keer gewoon zit bij mij. Dus ja... Helaas, maar het is goed dat je het in de oefenwedstrijd doet, toch? Dan kan je hem in de competitie gewoon... Precies, dat zei de trainer ook al. Weten dat je het nu doet dan, in de competitie. Ik zag je ook een paar keer trekken benen. Was dat omdat je van een tikje had gehad? Aan het einde bedoel je? Ja, ja, was aan het einde. Je zit natuurlijk op de tribune boven en je kijkt gewoon de wedstrijd. Je bent totaal niet warm en ineens moet je erin. En ik had een klein ijsbeentje gehad, dus dat is ook helemaal niet lekker. En ik had misschien 3 minuten om even warm te lopen snel. Dus ik was een beetje even... Niet helemaal warm, om het zo te zeggen, maar... Ja, niks ernstig of zo. Hoe weet je dat gaat de oefencampagne tot nu toe bij jullie? Ja, moeilijk te zeggen natuurlijk. We hebben 2 hele sterke tegenstanders gehad. Royal Antwerpen en Genk. Ik denk Genk was echt de oefenles hoe we verdedigend het beter kunnen doen. Vooral alleen maar verdedigend gestaan. Ja, ik vind het op zich prima gaan. Ik merk zelf ook voor mezelf dat ik wel steeds fitter word. Ik denk dat het voor iedereen wel een beetje geldt, dus prima. Zijn jullie nu al klaar? Stel je voor, volgende week begint de competitie. Zijn jullie daar klaar voor? Ik denk dat we, ja, klaar, ja. Ja, je hebt het vandaag gezien, ik denk dat we gewoon, als we gewoon allemaal goed staan, allemaal gefocust zijn, dat we best wel fit zijn. Wat mogen we van jullie verwachten? Heb je al een soort doel, promoveren, ja, doel is altijd het doel hier, maar. Het doel is natuurlijk promoveren, maar het is moeilijk om het nu gelijk te zeggen, dan moet je eigenlijk pas in de winter terugkomen. Maar het doel is promoveren natuurlijk, want Excelsior is gewoon een eredivisieclub. Maar ja, dat moeten we nog maar zien. Wat vind je van het programma? Want er was altijd vrijdagavond spelen. Ja. Nu speel je geloof ik op elke wedstrijd, elke dag. Ja, prima. Maakt niet zo. Nee, vrijdag, zaterdag, zondag. Maar niet zo uit. Maandag. Als we maar spelen, dat is het belangrijkste.